De nieuwe uitzending van Raadhuishof komende zondag staat helemaal in het teken van de veranderingen in de zorg. Een veelbesproken onderwerp het afgelopen jaar. Aan het woord komen wethouder René Peters, SP-raadslid Marie-Therese Jansen, Art Lemkens van thuiszorgorganisatie Interzorg en Henk Rijmert van stichting Maashorst, instelling voor jeugdzorg. Er wordt gesproken over wat de bezuinigingen en veranderingen voor gevolgen hebben voor de instellingen zelf en voor hun cliënten. Raadhuishof is iedere zondagochtend te zien. Tussen 10 en 12 uur wordt het programma vier keer uitgezonden.